Daniel is vandaag in Twente. Hij gaat vliegvissen vanuit de bellyboot met Hypo Wanders. Een ervaren vliegvisser die de beken in de regio als geen ander kent. Hey, wat een prachtige plek is dit, Hypo. Ja, mooi hè? Waar zijn we nou eigenlijk precies? We zijn nu aan de Regge, ja. Tussen Enter en Rijssen. En wat we gaan doen is stroomafwaarts zakken met de bellyboot. Ja, want we gaan vandaag iets unieks doen. Je hebt me gevraagd mijn vlieghengel mee te nemen. Ja. Dat doen we niet zo vaak in Nederland. Wat is het plan? Hoe gaan we het aanpakken? We gaan zo meteen de Regge op, hè? Met de bellyboot. Zakken we af naar twee dode armen hier, een stukje verderop. Daar staat het water stil, is het wat helderder. En kun je ook wat kijken of we wat vis zien. Want ja. Op het moment zien we weinig vis bovenin. Nee. Nou, ik ben er bijna klaar voor. Dat is mooi. Slippertjes aan en dan... Als je niet erg vindt, ik ga er al voorzichtig in. Ja, dat is goed hoor. Roep maar als je wat hebt. Ja. Ja. Ik zit. Zo. Hoppa. We liggen nu op een beekje. Hij stroomt. Ja. Even kijken naar de waterkleur. Wat is de tactiek die we gaan doen? Want ik heb allemaal mooie zelfgemaakte vliegjes. Maar ik heb echt geen idee wat ik aan moet knopen. Nou, als je in het water kijkt, het is een centimeter of 50 zicht of zo. Hè? Ja. Daar in de buurt. Dus het is niet echt helder. Nee. Ja, ik zou dan kiezen voor iets contrastrijk. Dat kan zwart zijn. Kan ook een lichte kleur zijn. Ja. Een wat zwaarder vliegje. Ja. Niet groter dan 2,5, want dan zit je in de streamerklasse. En dan daarboven zo'n vezenteelachtig dingetje. Niet al te groot. Oké, okay, dus twee vliegjes, een zware twee onder, vliegjes, licht erboven. Ja, ja, zoiets. Ja. En even een donker kleurtje dan. Ja, dan neem ik de tegenovergestelde, wat felgekleurd. Kleur. Ja. Maar wel dezelfde setup. Ik ga er twee mooie aanknopen en dan komt het helemaal goed. Ga ik het ook doen. Hey Hippo, mijn vliegen die zitten er nu aan. Ja. Wat gaan we doen? We zijn met z'n tweeën. Vissen het midden uit, vissen de kantjes uit. Normaal zitten in de oeverzone zitten de meeste vis. Daar kun je van uitgaan. Maar ja, je ziet niks vandaag. Hè? Dat is het vervelende. Je ziet geen vis stijgen. Je ziet ook weinig insecten. Ja. In ieder geval zit er geen vis bovenin. Mm-hmm. Nou, laten we ieder een kant uitvissen. Ja. Vanuit het midden naar de oeverzone. En zo nu en dan wat verder uit de kant. Is goed. Het is zoeken, hè, op het moment. Ja. Het is vroeg in het voorjaar, dus je weet niet waar ze zitten. Ga erop gokken. Komt goed. Ik heb iets groots eraan. Zo, dit is echt een dikke bak. Oeh joh. Oh, wow. Zo, dikke snoek. Nee joh, op een mini streamertje. Oh, hij kan losschieten. Snel erbij. Ik heb een heel dun nylon draadje, 1200ste. Ik vis met een heel klein streamertje, een zwart streamertje van 2,5 centimeter. Gaat onder de boot door. Het is echt een grote vis dit. Is hij er nog? Ja, ja. Maar ik vis met een heel dun lijntje, 1200ste. Dus hij zou hem kunnen doorbijten. Die kwam mooi het water uit. Zo, wat gaaf. Dit is gaaf, zeg. Dit verwacht je niet. Komt hij hoor. Ja, ja, ja. Help, Hippo. Hij kan niks doen, broer. Oh mijn god, wat een ding. Dit is echt gaaf, zeg. En dan op zo'n klein vliegje, zo'n vis. Dit ga je niet geloven straks, waar die aan gehaakt zit, waar die zich in vergist heeft. Dit is een snoek die aan het jagen was op insecten waarschijnlijk. op juffertjes. Mooie vis hoor. Dit is zo mooi jongen. Veel te groot voor dit materiaal. Oh, ah, los. Ah. Zonde hè? Ja, hij sprong zo ongelooflijk mooi. Ja. Hup, het water. Ja, het was echt wel een forse vis. Forse vis, jazeker. Zeker. Prachtig. Ik had hem graag gezien. Ja, nou ja, we hebben hem één keer kunnen zien. Nou, op zo'n soort vlieg, maar dan in het zwart.
Daarop had ik hem gehaakt. Het stelt niks voor. Zo groot als een vingernagel. Mooie drill, hoor. Zeker dan weten. Ja. Hij kwam ook zo mooi het water uit. Hè. Wow. Hippo, we liggen hier op een prachtige locatie. Maar wat maakt deze plek nou bijzonder? Dit is een dode arm van de regge. Vroeger liep hier de regge. En die hebben ze teruggebracht in zijn oude loop. En dat, daar hebben we net overheen gevaren. En dat is mooi meanderend. Vroeger was die regge gewoon straatrecht. Je ging gewoon, al het water moest er gewoon in één keer uit. Ja. Door die verandering ontstaan ook dit soort plekken. Die dode arm wordt in één keer heel lieflijk en raakt begroeid. En krijgt heel veel vis. Wordt een soort paaikamer, ja, van die rivier. Hey, en vliegvissen is altijd een beetje in Nederland gezien als een soort aparte tak binnen het sportvissen. Ja. Maar in het buitenland is het vaak een van de meest beoefende manieren van sportvissen. Ja, wat maakt het nou voor jou leuk? Het leuke van de vliegvissen in Nederland, maar ook in het buitenland, is dat het heel eenvoudig is. Een eenvoudige hengel, een reeltje, een lijntje en een doosje met vliegen. Ja. En dan kun je aan de slag. En je kunt er elk soort vis mee vangen wat je wil. En het leuke van het vangen is ook nog eens een keer dat je rechtstreeks contact hebt met die vis. Ja. Dus je plaatst je vlieg op een bepaalde plek waar je denkt dat die vis zit. Die vis die neemt die vlieg en dat voel je en dat zie je. En de drill is ook rechtstreeks in je handen. Alles gaat direct. Dus de beleving is in één keer zo enorm. Niet alleen door de omgeving, maar ook doordat je die vis voelt, ja, tijdens de drill. Dat is mooi. Dat is lekker. Ja, ik heb net gezien bij jou, je hebt een doosje met honderden vliegjes. Lijken allemaal op insecten. Ja. Wat is nou, wat is daar nou de kunst van? Wat je probeert, hè? Je probeert een beetje inzicht te krijgen in het insectenleven. Want vliegvissen, dat start ergens bij het insectenleven. Dus als je een beetje inzicht krijgt in het insectenleven, dan kun je in elk stadium van zo'n insect kun je een nabootsing maken. Nou, en sommige stadia die zijn op dat moment vol actief en daar aast de vis op. Dan gebruik je dat stadium, een nymf bijvoorbeeld, dicht bij de bodem. Match the hatch noemen ze dat, toch? Matching the hatch, ja. Ja, precies. Ja, straks ga je ook een beetje voor je uitvissen. Met de stroming meegaan. Ja. Ja, dat is een keuze die je maakt. Je kan voor je uitvissen, maar je kan ook wel bij wijze van spreken slepend vissen. Ga even een stukje daar, even kijken daar. Ja, dat is goed. Ja, mooi ruisvoren. Ah, mooi. Kom eraan. Mooie vis hoor, Hippo. Ja? Ja, op het zwarte streamertje van jou. Kijk. Mooi vis. Kijk. Hoppa. Ik heb hem veilig gesteld. Hij zit in de net. Ik had een zwart streamertje gebruikt. En het mooie is, net haak ik die snoeker op. En nu haak ik er een prachtige goudkleurige ruisvoren op. Met supermooie rode vinnen. Oh ja, ja, hij is mooi. Potentievisje. Prachtige gouden kleur. Prima. Het zijn eigenlijk de rovers onder de vorens. Ze hebben een bovenstandige bek. Daarmee kunnen ze heel goed insecten uit de hoge waterkolom grijpen. Ah, prachtig visje. Het is helemaal geen reus, maar ze kunnen wel centimeter of 45 worden. Prachtige vis hoor. Nou, daar gaat hij. Hoppa. Daniel en ervaren vliegvisser Hippo Wanders hebben de regge en de bellyboot achter zich gelaten en zijn aangekomen bij een bijzondere beek in Twente, de Dinkel. Al een mooie plek dus, hè? Wauw, wat een plek, joh.
Je zou gewoon bijna niet zeggen dat dit Nederland is. Nee. Waar heb je me mee naartoe genomen? Nou, we staan nu aan de Dinkel in het mooie Twente. Het is nog net aan Nederland volgens mij. Ja, ze spreken nog Nederlands, maar wel heel vreemd. Wauw, wat een plek joh. Ja, het is een heel groot natuurgebied hier, 750 hectare. Wauw. Zandverstuivingen. En je ziet daar ook richels nog ontstaan uit de ijstijd. Mooi hè? Dit is onaangetast. Lijkt het wel op, ja. Ja, dit is gewoon een klein beekje? Het is wel een riviertje. Okay. Ontstaat in Duitsland, onder Ahaus. En is ongeveer 80, 83 kilometer lang. Oh, dat is wel een behoorlijk eind, hoor. En wat zwemt hier? Wat kunnen we verwachten? Ja, van alles eigenlijk. Maar waar het bekend om is, is serpeling. Voren zitten natuurlijk en baars. En ik heb van horen zeggen dat er zo nu dan nog een forelletje rond is. Het is wel wat beweging. Het is wel wat kringen. Ik ben benieuwd of we wat eruit kunnen plukken hier. Ja, dat zou wel mooi zijn. Mooi serpeling of zo. Ja. Deze heb ik zelf gebonden. Ja, stelt het voor. Ik weet het niet. Klein insectje of zo. Nou, we vissen vandaag op twee prachtige plekken. We zijn vanochtend gestart aan de Regge, Middenregge. En die is landelijk ingebracht in de vispas. Dus als jij vispas hebt, mag je daar gewoon vissen. En we staan op dit moment aan de Dinkel. En dit is echt een plaatje van een rivier. Het water hier is van HSV Fiels Enschede. Dus als jij hier wil vissen, dan moet je of een weekvergunning halen. Dat is best wel uniek dat je dat kan doen. Of je moet even een vispas kopen van HSV Fiels. Dan mag je hier gewoon vissen. Er zit hier een prachtig bestand. Je kan hier prachtig met de vlieg vissen. Maar je zou natuurlijk ook andere visserijen kunnen doen. Het is gewoon een geweldige beek waarvan alles zit. Van blankvorm tot baarzen, snoeken. Jo. Heb je vis? Ja. Meteen? Nee joh. Oh, vet. Dat eerste worp. Ja, nou bijna ja. Tweede geloof ik. Wauw. Kleintje, maar toch leuk hè? Eerste worp. Klein nymfje. Doe je goed. Onder het koos door. Hoppakee. Zou je hem terugzetten, want hij, ja, hij wil graag. Gaat ie. Doei. Mooi zeg. Daniel en Hypo Wanders zijn aan het vliegvissen aan de Dinkel. Oh, is wel lekker hè? Even dat koele water. Ja. Ze lopen dwars door een kleine riviertje op zoek naar de ideale stek om serpeling te vangen. Ik kies wel de veiligste plek uit, Hippo. Ja, zo ben ik wel. Nou, maar goed, we zijn hè. Oh, is wel mooi. Ja. Heel mooi. Ik vind het wel een goed stekje dit. Ja. Ik weet zeker dat hij serpeling zwemt. Hippo. Ik moest vandaag speciaal naar Twente komen, maar wat is nou zo bijzonder aan Twente? Nou ja, je ziet het. Ik bedoel, daar hoef ik geen antwoord op te geven eigenlijk. Ik moet gewoon om je heen kijken. Maar het is niet alleen dit hoor. Ik ben een Twentenier. Hè. Dat betekent dus dat je aan het einde van je leven gaat rentenieren in Twente. Twentenier. Okay. Dus en dat gebeurt hier toch op een andere manier dan in het westen. Het is even wat rustiger hè? Het is wat rustiger. Een van de meest uitgesproken woorden zijn, komt goed. Komt goed. Komt allemaal goed. En iedereen zegt je goeiedag. Oké. Als je het tegenkomt. Dus dat is, het is een hele andere manier van leven. Ja, en volgens mij als vliegvisser heb je hier ook niks te klagen. Om te kijken waar we staan. Maar, ja. Maar is er nog meer dan dit waar wij zijn geweest vandaag? Als je door Twente heen gaat, dus gewoon even de kaart pakken of de visplanner pakken, nog beter. Ja. Nou, dan krijg je een vracht aan water te zien. En allemaal een beetje vergelijkbaar met dit soort wateren. Nou, Dinkel is uniek natuurlijk. Ja. Maar er zitten beken tussen die goed bevisbaar zijn. Goed bevisbaar zijn, gewoon echte beken zijn. Dat is waar. Moeite waard om deze kant op te komen. Doen. Ja, man. Doen. Nou, laten we nog even kijken of we het moois kunnen vangen. Ik zag hier net voor het kantje echt wel wat vis boven komen. Volgens mij waren het serpelingen. Ja. Ik weet niet zeker, maar je ziet af en toe, als je kijkt naar hoeveel vliegen er nu zitten. Thank you.
Vis? Vis. Wat is het? Oh ja. Volgens mij is het een scherpeling. Nee, hè? Ja. Komt-ie. Kijk maar. Pak jij hem? Hé, ja hoor. Oh, wat grappig. Ja, het is een scherpeling. Het lijkt veel op een blankvoren, alleen hij is wat langgerekter. Hij heeft een iets ander bekkie. Het is echt een riviersoortje dit. En het is een vervente insecteneter. Ja. Dat is een mooi scherpeling. Ja, het is echt een bijzondere soort, hè? Ja, het is een, soort, een leuke soort, ja. Alleen op dit soort rivieren en beken tegenkomt. Ja. Het zijn maar een paar beken eigenlijk, hè? Ja. En dan gaan we... Ja, gaat hij. Op pad. Goed gedaan.